Maar zit hij te los of zit hij goed of kan hij iets strakker? En anders moet je hem zelf maar even afstellen. Want je kan hem gewoon zo los trekken en zeg maar zo iets strakker zetten. Nou, dat is wel goed. Sorry. Ja? Zo, ik hoor je nu al goed. Ja? Ja. Ja, hoe werd je wakker vanochtend? Beetje kriebels? Ik was zeker wel nerveus. Het is natuurlijk een betaald voetbalscheidsrechter die naar jou komt kijken. En dan komt je tips geven, maar het is toch wel spannend natuurlijk. Onder professionele begeleiding fluit Max de jeugd van FC Weesp tegen Waterwijk. Van Jeroen Manschot heeft Max vooral meegekregen de spelertjes de basis van het voetbal te leren. Stom met de voet in het veld. Keeper, hoorde ik jou wat zeggen over mijn grensrechter? Jongens, veten strikken. Maar tips zijn er ook van Jeroen Manschot om het fluiten zelf beter te maken. Ga mee, zorg dat je erbij bent. Ga mee. Blijf gaan. Hoe vind je het gaan? Nou, hoe vind jij het gaan? Dat is ook de eerste vraag die je stelt, hè? Nooit zelf... Prima. Ja? Ja. De wedstrijd verloopt verder zonder noemenswaardige problemen. En professioneel Jeroen Manschot is tevreden. Ja, was je droom? De top? Ja. Ik denk ongeveer dezelfde kant op als Björn Kuipers ook. Het is natuurlijk nog ver weg. Maar dat zou wel heel gaaf zijn om te kunnen bereiken.